lava neerzet, hier zo naast. Kan vast geen kwaad, hoop ik. Hallo kijkers van de Dutch Terms, welkom terug bij een nieuwe Tech It video. We gaan weer verder met het maken van onze geweldige solar panels. En we gaan gewoon gelijk verder waar we de vorige keer gebleven waren. Dat is het glas neerzetten en dan gewoon alles zeg maar in de crafting bench zetten. En we hebben nog wel een aantal electronic circuits nodig, maar dat hoeft niet een enorm probleem te zijn. Het kan zelfs zijn dat ik er al een paar van heb, maar dan moet ik even gaan zoeken. Dus deze zetten we ook alvast neer. Die moeten gewoon hier, heel makkelijk, helemaal geen groot probleem. En ik heb er ook nog genoeg van, dus dat komt goed uit. Generators hier. En dan gaan we dus even zorgen voor de rest van de stuff. Koppercables heb ik daarvoor nodig, uiteraard. En ik moet redelijk wat van deze dingen hebben, dus het gaat ook redelijk wat kosten. Refined iron en de redstone. Waar heb ik de redstone? Hier heb ik de redstone. Stoppen we erbij. Dan moet ik denk ik toch nog wat meer koppercables hebben uiteindelijk. Dus dan gaan we daar even voor zorgen. Hebben we hier een normale crafting bench? Nee, dat hebben we niet. Ofwel, dat hebben we wel natuurlijk. Eerst pak ik nog even wat spul dat we goed kunnen gebruiken. Ik gebruik gewoon de hele tijd wat van mijn eigen spul uit mijn alchemy bag. Maar ja, dat is niet super erg of zo. Dan zetten we de kopper in het midden. Zo. Koppercables. Mijn rubber is nu echt bijna op. Ik denk dat het... 60. Daar moet ik het maar mee doen. Dan gaan we weer in de project table. Dit verdelen. Kijken hoe ver ik kom op dit moment met de kabels. Kijken of we alles bij de... Volgens mij moet ik er 32 hebben. Dat is nogal wat. We gaan even kijken hoe ver we alles tot nu toe kunnen krijgen. En dat is niet heel erg ver. Tja. Dan moet ik even kijken of ik toch nog ergens anders koppercables kan vinden. En dan is echt alles. Alle koppercables zijn nu welkom. Waar ik ze ook vandaan haal. Even zoeken. Hier niet. Hier niet. Hier niet. Hier niet. Ziet er niet goed uit. We hebben wel wat advanced circuits. Maar dat zijn niet de circuits die ik kan gebruiken. Hier hebben we het ook niet. Nop. Helemaal niks. En hier hebben we wat insulated gold cables liggen. Maar dat zijn echt gewoon niet degene die ik nodig heb. Dus ik ben bang dat we daar niks meer van hebben. En dan hoop ik... Nou, ik heb nog wat sticky resin. Maar ik heb geen rubber meer. Ik heb wel dark matter. Maar de rubber is op. Dus dat betekent eigenlijk dat we nog even wat sticky resin moeten gaan condensen. Nou ja, dit is wel genoeg. En dan gaan we dat gebruiken in de extractor. En dan hoop ik, nou die heeft niet super veel upgrades daar, maar dat maakt niet uit. Dan halen we er hier een paar uit. En dan verplaatsen we deze naar de extractor. Dus doen we zo. En dan als het goed is krijgen we straks flink wat rubber. En dan kan ik dat nog even hier aan toevoegen. Of in ieder geval de koppercables maken. Dan hebben we ook nog wat meer refined iron nodig. Dat is ook helemaal geen probleem, want refined iron hebben we in overvloed hier. Dus we doen er 14 bij. We zorgen dat we daar 32 voor hebben. 1, 2, 5. Redstone. Dat kunnen we ook nog gebruiken. Nou dacht ik dat dit het laatste was. Nou, dat weet ik niet zeker, maar we condensen wel gewoon wat. Dat doen we gewoon even makkelijk. Dat gaat redelijk sloom. Diamonds erbij. Zo. Oké, redstone hebben we nu ook in overvloed. Zetten we de redstone gewoon zo neer. Dan maakt het niet eens uit. Nou, daar 32. Hier ook 32. En dan wachten we dus nog op de rubber of de copper cables. Die gaan we gewoon even maken dan. 20. Dat is niet genoeg. Sowieso niet. Even kijken. Nou, dan heb ik het daar... Nee, dat gaat hem niet worden. Nou, misschien. Misschien toch wel. Zullen we het wel even zien. We gaan het eerst allemaal even toevoegen. Nee, dat wordt er natuurlijk niet. 1, 2, 3, 4. We worden 1 al tot 32. Wat nou als we gewoon even eerst alles tot 32 gaan doen? Dus dan doen we die tot 32. En dan doen we die ook tot 32. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Oké. Dus ik moet nog... Ja, dat zijn er nog redelijk wat. Nog 48 ongeveer.
En ik denk niet dat deze sticky resin dat gaat redden. Maar we gaan gewoon even verder met het maken van die kabels. Zo. En natuurlijk weer wat koper in het midden. 18 kabels. 30. Nog een paar erbij, dus we wachten nog heel even tot de extractor klaar is. 12, 15. En wat we straks dan gaan doen, dat is het maken van de mass fabricator. En dat gaat heel veel energie kosten. Dus eigenlijk, ik vraag me af of we genoeg solar panels hebben hier op dit moment. Het zou maar zo kunnen dat ik helemaal niet genoeg solar panels heb. En dat daar kan je uiteindelijk nog wat meer bij moet maken. En dan kan ik ook wel een kerncentrale maken. Maar ja, meh. Ik ben niet zo'n enorme fan van kerncentrales. Dus we houden het wel gewoon even hierbij. Oké, en als het goed is heb ik nu genoeg kabels. Dat klopt helemaal. En dan hebben we 32 van deze geweldige electronic circuits. En what the fuck? Even kijken. Oh, waarschijnlijk heb ik het glas en dat andere spul omgekeerd gedaan. En waar is dat glas heen? Oh, hier. Waarschijnlijk heb ik dat gewoon omgekeerd gedaan. Dus voordat ik het opzoek. Ja, ik had het omgekeerd gedaan. Oké, dus om er een low voltage solar array van te maken, moeten we in het midden LV transformers neerzetten. Die dingen zijn spotgoedkoop. We hebben gewoon wat koper nodig, wat koppercables en wat hout. Dus die dingen die hebben we zo gemaakt, helemaal geen probleem. Als ik die kabels hier heb trouwens, waar zijn die kabels? Ik had er nog een paar over, dat weet ik zeker. Nou, die zitten waarschijnlijk nog hierin. Niet? Ja, hier. Dan hoop ik dat ik hier wat hout heb bij de hand. Ja, dat heb ik, mooi. Zo, en... Wow. Zo, en dan moeten we er dan twee van hebben. Dus ik heb zo die eruit, die erin. 1, 2. En weer omdraaien. Oké, LV-transformers zijn af. Dan gaan we nu de LV-solar panels maken. Zo eromheen doen. Oké, en dan hoop ik dat deze ons wat meer power gaan geven. Die gaan we dan aansluiten op de dinges. Even kijken. Nou, maakt niet uit waar we ze neerzetten. Ik heb nog wel wat glass fiber cable hier staan. Doen we gewoon zo. Zo. Ja, dat is nog in de zon. Dan moet het wel even dag worden natuurlijk. Kijk. Oh, dit ding zit vol. Ja, dat is natuurlijk wel een beetje een probleem. Anders dan hebben we hier allemaal kabels aan liggen. En er is een manier hoe we dat kunnen oplossen. En die oplossing die heet cobblestone pipes gebruiken. Maar ik wil eigenlijk helemaal geen cobblestone pipes gebruiken. Om eerlijk te zijn. Dus wat we doen is, we doen het even anders. Moet ik eerst even wat weghalen. Zo. Zo. Even kijken hoor. Even kijken hoe we dit gaan doen. Deze mag wel even weg. Hier zo. Nou, ik heb natuurlijk dit ding. Oké, als het goed is, als ik dan lava neerzet, hier zo naast, kan vast geen kwaad, hoop ik. Dan blijft het staan. En het... Oh, ja, die cobblestone wordt er nu dus ingelanceerd. Dus nou, die mag weg en dan gooi ik ook even alle cobblestone erin. Oké, dus als het goed is wordt alle cobblestone, oh nee, wordt net niet de lava ingelanceerd. Dat is een beetje vervelend. Niet alles wordt de lava ingelanceerd, dus dan moet deze weg. En als het goed is, wordt het nu wel erin gelanceerd, of dat hoop ik tenminste. Kijk het nog heel even aan. Ja, zoals het, volgens mij werkt het. Volgens mij wordt altijd gewoon de lava ingelanceerd. Dus, nou, die laten we daar wel even gewoon staan. Kan misschien een beetje onveilig zijn, maar ja, fuck dat. Dan moet iedereen hier maar even opletten, als er iets gaat slopen. Dus ja, dan doen we gewoon... Als dit ding vol zit, dan wordt alles gewoon weggegooid. Maakt niet uit. Ja, dan moeten we dus even wachten tot het dag wordt, tot deze solar panels werken. En intussen kunnen wij bezig met de mass fabricator. Dus dat gaan we even doen. Een mass fabricator. Nou ja, de advanced circuits hebben we dus al. Die zag ik hier toevallig liggen. Wacht eens even. Volgens mij horen we die eigenlijk te gebruiken voor de
kerncentrale. Maar ja, het kan geen kwaad dat we even twee ervan vandaan halen. Dan hebben we hier Advanced Machine Blocks. Die zullen we vast wel niet hebben. Pak gewoon alles hiervan. Dus dan moeten we daar even wat van maken. Advanced Machine Blocks, Machine Block en Carbon Plating en Advanced Alloy. Nou, daar hebben we allemaal wel wat van. Weg daarmee. Alleen de Carbon Plates, daarvan weet ik niet of ik ze heb. Maar die kunnen we natuurlijk wel maken. Dus kijken, nog één erbij. Dan ga ik weer deze overplaatsen, denk ik. Zo en zo. Dan gaan we nog even flink wat coal dust maken. Gewoon omdat het kan voor de zekerheid. Deze kunnen we combineren tot raw carbon fiber. Die kunnen we combineren tot raw carbon mesh. En die zetten we in de compressor. En als we dat doen, dan krijgen wij carbon plating. Carbon plating kunnen we dan weer gebruiken voor dit ding. Voor de advanced machine blocks. Dus ja, dat gaat zijn gangje. Wat we nog meer nodig hebben, dat is Lapport en Crystal, Electronic Circuit, Energy Crystal, Lapis Lazuli. Dus nou, Energy Crystal is gewoon diamonds met wat redstone. Helemaal geen probleem. Oké, kijken, zo, zo. Zo en zo. En deze erbij. En dan hebben wij één Advanced Machine Block, maar we hebben er meer nodig. Dus dan moeten we nog even kijken bij de Coal Dust. Daar moet nog 6 bij. Nou, dit mag in ieder geval wel aan de zijkant, dit hier. Dan gaan we de redstone en de diamond even doen. Zo. Eén diamond in het midden. En dan heb ik normale electronic circuits nodig. En wat dat betekent is dat ik nog meer rubber nodig heb. Nou, toevallig hebben we dat nog, dus dat is mooi. Rubber hier. Zo. Wat de fuck doe ik? Ik doe het omgekeerd. Nou ja, volgens mij werkt het ook zo wel. Ja, zo werkt het ook natuurlijk. En dan stoppen we er nog wat bij. En wat van dit. En dan maak ik gewoon zoveel mogelijk hiervan. En nu heb ik mogelijk dit gemaakt. Ja, whatever. Copper cables. Redstone. En natuurlijk refined iron. Twee electronic circuits. We gaan die eruit. Dat kan niet, want mijn inventory zit vol. Dit mag weg, dit mag weg, dit mag weg, dit mag weg. Ja, die redstone ook. Dit even combineren. Oké, dan pakken we de electronic circuits. Dan zetten we in het midden energy crystal neer. En aan de zijkant lapis lazuli, wat hier echt heel toevallig lag. Dat is wel handig. Die mag dan hier zo. Dan kijken we even hoe het staat met dit. Ja, dat is genoeg. Coldust. Zo. Zo. En dan stoppen we dat natuurlijk weer in de compressor. Kijken. Als het goed is, hebben we nog meer. Maken we hier ook nog even snel wat raw carbon mesh van. Kunnen we later, als we nog een advanced machine block nodig hebben, als we nog een advanced machine block maken. En klaar. Doen we wel even in deze crafting bench dan. Zo. Oké. En dan hebben we er nog één. En dan moet ik ook nog even wat glowstone hebben. Nou, dat heb ik in mijn alchemy bag zitten. Dat heb ik altijd bij me zo'n beetje. Maar nu gebruik ik dus die Kleinstar. Waar de fuck is die Kleinstar? Die heb ik waarschijnlijk gedumpt. Nu alweer. Of hij is gewoon op. Nou ja, dat maakt niet uit. Ja. Dan gebruik ik dus blijkbaar alsnog weer dit voor de vlieging. Ook al vlieg ik helemaal niet veel. Die er nog bij. En dan hebben we een mesh fabricator gemaakt. Eigenlijk best wel simpel om te maken. Maar je moet gewoon veel energie hebben. En we kunnen dit ding nog niet gebruiken. Want het is nog steeds een nacht. Dus daar moeten we even geduld voor hebben. Maar ik kan hem al wel aansluiten op het netwerk. En eigenlijk is het hier een beetje een zootje. Waar ga ik dit ding neerzetten? Wacht eens even. Ik doe gewoon deze allemaal weg. Zo, doe ik wel even met mijn hand voordat ik iets per ongeluk sloop. Doen we allemaal even weg. En dan kan ik dit gebruiken om even deze omhoog te laten gaan. Zo. Dan zetten we hem namelijk gewoon even hier zo neer. Dat is wel een mooi plekje, vind ik. En dan laten we de stroom gewoon via de voorkant gaan. Zo. Zo. Niet genoeg.
Dus dan pak ik nog wel even wat van dit. Zo. Oké, dat zit nu hier. Dan vervang ik het even voor mijn copper cables. En dan maken we dit af. En als het goed is wordt dit ding gepowered op dit moment. Even kijken, het is nu licht. Dus ik denk dat deze aanstaan. Nee, nog niet. En ja, dan denk ik dat ze zo aangaan als de zon echt wat hoger staat. In ieder geval, ik ga hier bij deze episode afsluiten. Vergeet niet te abonneren op Werty Hype Games en de Dutchterms en een blauw duimpje achter te laten. En dan zie ik jullie in de volgende episode. Yo. Yo.